Het Veilinghuis Oost-Friesland organiseerde woensdag een taxatiedag van antiek zilver. Op 12 oktober is er een veiling waarin een grote particuliere collectie 17e, 18e en 19e eeuw zilver onder de hamer gaat. Als aanvulling op die veiling werd nog gezocht naar meer antiek zilver. Taxateur Fred Baarveld beoordeelde aangeboden zilveren voorwerpen en dat zorgde soms nog voor bijzondere vondsten, zoals een oud pillendoosje van Joustermakelij. Michiel, wat heb je hier een bijzonder bedrijf? Ja, een veilingbedrijf is natuurlijk niet een bedrijf wat je iedere dag tegenkomt, wat je ook vaak niet iedere dag nodig hebt natuurlijk, maar het is inderdaad een heel oud beroep en een fantastisch beroep vind ik. Vandaag is er een taxatiedag van zilver. Waarom? Nou, we hebben voor de komende veiling van oktober een hele bijzondere privécollectie zilver binnengekregen. En we gaan normaal het antieke zilver door de veiling heen ook veilen. Maar nu hebben we zoveel dat we hebben gezegd, we gaan één avond apart antiek zilver veilen. En dat gebeurt niet zoveel in Nederland. Alleen de grote veilingen hebben dat af en toe, meestal één, maximaal twee keer per jaar. En voor aanvulling daarvan kunnen we nog een paar dingen gebruiken. En hebben we gezegd, nou, we doen een taxatiedag specifiek voor zilver. En dan vraag ik de oud-eigenaar van dit veilinghuis, vraag ik of hij die me nog een dag wil helpen. En dat heeft hij gedaan. Dus vandaag zijn we lekker samen aan het werk. Ja, er zijn er, ik denk wel miljoenen van die lepels. Is het werkelijk? Ja, die zitten over de hele wereld. Als je in Engeland komt, of vooral in Engeland zitten ze heel veel, Amerika. Vroeger met de emigranten ook weggegaan. Ja. Het is een Friese lepel. En er staat ook een jaartal in, 1768. En dat is ook wel eens misleidend, want dat is wel eens, dat klopt vaak helemaal niet. Maar dit is wel goed. Dus deze lepel is uit ongeveer 1770. En wij bekijken hier alleen de veilingwaarde. Hè. En dan is die, kan die opbrengen 150, 175 euro. Ik zag een heel bijzonder pillendoosje voorbij komen. Dat was een fonds, geloof ik. Hè? Nou, dat was inderdaad een fonds. Dat is een pillendoosje van de heer Bruining. En dat is een 19e eeuws doosje. En dat is een doosje uit Jouweren. En die man heeft veel verzamelaars, onder andere een museum en heel veel particuliere verzamelaars. En het doosje is zo super staat. Dus een doosje is ja, 2 à 3 keer getaxeerd de waarde, wat een gemiddeld doosje doet. En dat is op zich wel weer een vondst. En daar staat vaak een jaarletter in, dus wij kunnen op het jaar nazien hoe oud hij is. En daar hebben we dat dikke rode boek, moet je dan even hebben. Ja. Het is een doosje dat is gemaakt door Bruinings in Jouweren. En het is een ongelooflijk gaaf doosje, vind ik dit. Helemaal niet beschadigd, dus ik denk dat het nooit gebruikt is. Ja. Ja. Dit brengt het dubbel op van wat een normaal doosje opbrengt, want hier zijn er ook duizenden van. Maar deze, ik heb bijna nog nooit zo'n mooi gaaf doosje gezien. Zo gaaf. Ja. Dus ik denk dat je mag hier in de buurt van de 300 euro voor verwachten als je het zou willen veilen. Dat is wel een hoop geld eigenlijk. Hè? Als je het in guldens vertaalt, is het toch 650 gulden. De particuliere collectie die jullie gaan verzamelen, kun je daar iets over vertellen? Nou, dat is van een particulier die met verzamelen gestopt is. Die brengt nu een heel groot aantal bijzondere items in, waaronder enkele topstukjes qua keteltjes. Een hele bijzondere zilveren beker zit daarbij. En bijzondere doosjes, bijzondere labels. Dus een hele mooie complete collectie is dat. Van iemand die jaren verzameld heeft en nu daarmee stopt en de complete collectie weer op de markt brengt. Nou is crisistijd. Merk je dat mensen makkelijker van hun spullen af willen? Ja, nou dat is natuurlijk wel een vraag die veel vaker voorkomt. Maar mensen die uit crisis hun goederen verkopen, dat zal absoluut gebeuren. Maar dan moet je meer aan huizen denken en aan auto's en aan boten. Het antiek als crisis verkoopt, dat gebeurt niet veel. Nee, de mensen die dit verzamelen hebben toch vaak financieel de zaken goed op orde. En bij ons is dat niet echt merkbaar. En ik denk dat, we spreken hier alleen maar over de veilingwaarde, wat je mag verwachten op een veiling. Dan mag je voor die drie lepels zou je tussen de 200 en 250 euro mogen verwachten. Ja, ja, maar dit doosje dat is bijna uniek hoor. Dat kon nog wel eens meer opbrengen dan ik nu zeg. Ja. Wanneer is die bijzondere zilverveiling? Die veiling die is op 12 oktober, op maandag 12 oktober. En de kijkdagen zijn 19 en 11 oktober.